De Bibliotheek AZ vindt het ontwikkelen van basisvaardigheden belangrijk. Daarom bezoekt de taalgroep van medewerker Jeanette Brakel tijdens de Week van Lezen en Schrijven het Energiehuis. Hier wordt het Nederlandstalige concert Gelukkig Zijn gegeven. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Met de bekende muziek, gezongen door zangeres Esther van Hees, leren mensen in de groep de Nederlandse taal. Coördinator basisvaardigheden Bart van Aanholt heeft ook genoten van de muziek van de bekende Nederlandstalige artiesten. Basisvaardigheden, dus taal, digitaal, rekenen, die vaardigheden, die zijn belangrijk in deze maatschappij. Als je die niet voldoende beheerst, kun je die niet communiceren en kun je dus niet meekomen in deze tijd. Met zo'n concert van Esther van Hees kun je juist die taal op een hele mooie manier meegeven. Je kunt genieten van die taal. Een liedje is de mooiste vorm van taal. De muziek wordt de volgende middag nabesproken in het taalcafé van Jeanette in de Stadsbibliotheek Dordrecht. Hier bespreken de deelnemers de betekenis van de songteksten. Ja, we vonden het heel erg leuk. Leuk om Nederlandstalige muziek te luisteren. Heel fijn om een beetje kennis te maken met Nederlandse cultuur. In mijn taalcafé ga ik verder in op een paar van die liedteksten. Als wij dat nog een keertje doornemen, de tekst, en een beetje praten over gelukkig zijn, blijven de liedjes ook wat beter hangen en zijn we misschien weer ook een paar woorden rijker. Door op een speelse manier te leren, wordt het leren van de taal leuk. En wordt de bibliotheek een plek waar lezen, spreken en schrijven echt gaan leven.